Gast vanavond is de auteur, want zo heet dat, Jules Deelder uit Rotterdam. En zijn dochter Arie is uiteraard gekleed in een Sparta-shirt, dachten wij. Ja, dat heeft er wel, moet wel, hè? Veel mee te maken, ja. Gaat niet zo best met Sparta, toch? Nou, we staan boven Ajax. Dat is niet zo moeilijk meer, toch? Nee. Nou, we staan boven Ajax. Ik ben het als Spartaan wel gewend dat we een beetje onder de middenmoot en dan zo langzamerhand krabbelen we toch wel weer overeind. Ja, ja. Kampioen worden we niet meer. Ja. Maar, hoe vind jij de ontwikkelingen bij Ajax? Nou ja, ik vind het. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik smakelijk heb gelachen. Want ja, ze hebben altijd ook zo duidelijk. Als er moeilijkheden waren bij een andere club, hè, ik hoef de naam niet te noemen, want die komt me moeilijk over de lippen, maar die club uit Zuid, daar moeilijkheden. Oh, wat hadden ze dan een lol, maar nou zitten ze zelf in de moeilijkheden. En ik bedoel, het bestuur loopt de deur uit en de supporters lopen de deur uit. Ik vind het toch wel, ja, het zal wel leedvermaak zijn, maar dat heb ik dan graag in dit geval. Maar het moet toch goed komen, want er zit veel talent, hè? Ja, nou, ja, zeker, maar die moeten dan maar naar andere clubs of zoiets. Ja, Sparta, misschien, toch? Sparta kan wel wat gebruiken. Nou, die is al te oud weer, toch? Ja, niet meer nodig voor jullie. Jules, het boksen. Je bent gek op boksen. Van der Leijden. Wat vond je daarvan? Nou, die, ja, ik kijk er niet van op dat hij tegen een, ja, met die Amerikanen, die hebben dus een andere opvatting van boksen als Van der Leijden. Wat dat is duidelijk. Wat is dan het verschil? Nou, die slaan je gewoon voor je muil. Ja. Om het zo, ja, en die Van der Leijden, die staat eigenlijk de hele tijd maar, ja, beetje achteruit, ja, achteruit te boksen en zo, en dan kan je wel punten maken, maar zo'n Amerikaan die reed bang en je ligt gelijk op je kont. En, ja. Ja, dan kan je het wel vergeten met je punten. Ja, zou jij zeggen tegen Van der Leijden wordt profbokser? Nee, lijkt me niet. Dat zou hij niet lang overleven. Nee. Nee. Want dan krijg je dit soort jongens tegenover zich. Ja, duidelijk, nog wel erger ook. Ja. Regilio Tuur, wat vind je daarvan? Dat vind ik duidelijk een ander type boksen. Die gaat er dus wel gelijk. Ja. He, die wacht niet af tot een ander hem een klap geeft, maar die gaat tegelijk, dat zag hij aan die schot. Ja. He, die zat al voordat ze goed er wel waren begonnen. Ja. Maar ja, die heeft, ja, daar was hij zelf ook niet moeilijk over. Die heeft een jongen getroffen die dus, ja, die was beter dan hij. Ja, ja, kan gebeuren. Ja, maar dat is een jongen die wel die directer bokst dan Van der Leijden, hè? Nou, ik denk het wel, ja. 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 Ik vind, bij Van der Leijden blijf ik het toch vreemd vinden, zo'n grote, zware bokser. En dan dat zachte Limburgse geluid, hè? Ja, maar daar hebben die buitenlanders, ja, dat is inderdaad voor ons Nederlanders wel vermakelijk. Maar daar hebben die buitenlanders natuurlijk geen boodschap aan. Nee, maar je hebt in Antwerpen ook wel een Suriname zo. Ja, daar staat ook een zaak en daar staat dan ook een neger, heet dat. Het mag niet tegenwoordig bijna, maar een neger achter de toog. En die spreekt ook met een onvervals Vlaams accent. Dat is toch een heel eigenaardige gewaarwording. Dat is echt waar. Jij hebt veel geschreven, ook wel over sport. Web van Klaveren bijvoorbeeld, ja. Boksen. Heb je gedichten gemaakt over het boksen? Ik heb een gedicht gemaakt, dat heet Bokswereld, ja. Ken je het nog? Ja. Doe het eens. Op het gazon rond het zwembad roepen ze samen. De gok, seks en horecabazen doen zaken. Soms laat er één zich voorzichtig te water. Van ver klinkt de stem van Beb van Klaveren. Ik gaf hem een hoek, hij heeft nooit meer gebokst. De temperatuur loopt op tot 26 graden. Uitstekend. Wat vind jij mooi op de Olympische Spelen, naast het boksen? Nou, het geweerschieten, liggend geweerschieten met klein kaliber. Oh, vind ik wel de boeien. Waarom vond je dat? Ja, daar word je niet zo moe van. Nee, maar ik vind vooral het roeien bijzonder vervelend. Zeer vervelend. Oh, ik vind dat vreselijk vervelend. En ook het, dat gedoe over die paarden van die Engelsen, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Hoe die prinses Anne ook over die paarden. Dat is dan vooral op de BBC uiteraard. Ja. Die hoor je niet op Nederland, hè? Nee. Prinses Anne. Nee. Maar dat is echt ook verschrikkelijk. Ja. Waarom is dat verschrikkelijk? Ja, ik weet het niet. Ze doen net alsof het mensen zijn, hè, die paarden. En dat is toch heel duidelijk. Of het moeten hele eigenaardige mensen zijn. Maar, ja. Nee, dat vind ik echt. Alsof de wereld daar van afhangt. Dat vind ik trouwens toch wel met die Olympische Spelen toch. Hoor. Ja. Alsof de wereld niet verder draait zonder die Spelen. Nee. Maar die Johnson hebben ze geflikt. Wie dan? Ja, vind ik wel. Die Lewis natuurlijk. Ja, maar die heeft dat speel toch niet aan die man gegeven. Nou, ik denk ook niet. Ik denk dat ze het. Kijk, je maakt mij niet wijs dat waar zulke belangen op het spel staan, hè, dat die Johnson een dokter heeft die niet precies kan uitkienen wanneer dat ene is uitgewerkt of wat het andere. Dat maak je mij niet wijs als het om miljoenen gaat. Want het mogen wel zogenaamd amateurs zijn, maar dat is natuurlijk ook niet meer. Nee. En bovendien, niemand bemoeit zich met de
Een bankdirecteur gaan ze er ook niet vragen van. En wat slik jij voor pillen bij je? Dat is toch zo? Waarom die gasten wel? Ik vind het schijnheilig. Ja, omdat ze in een keiharde wedstrijd zitten natuurlijk. Maar ze willen wel dat ze zo hard lopen. Ja. Nou, dat gaat niet zonder. Nee. Dat kan je wel van me aannemen. Jij bent ervoor dat er toegelaten wordt? Nou, ik ben ervoor dat men niet schijnheilig daarover doet. Nee. En niet zoals die Canadese atletiekbond die ineens, dan krijgt de jongen die dat en zijn gouden medaille wordt afgepakt en pats en dan gaan zij er nog eens een keer overheen voor zijn hele leven geschorst. Ja. Terwijl ze natuurlijk wel duidelijk op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Ja toch, dat vind ik schijnheilig. Schijnheilig gedoe. Ja. We gaan naar een andere sport kijken die je misschien leuk vindt, het gewichtheffen. Een beetje gevolgd. Oh. Ja. Dat zijn de zware jongens, de gewichtheffers. Vandaag liep het toernooi daar af. Nu mochten die mannen, die zwaarder zijn, er 110 kilogram aan het lichten. Het beton in het podium is gewapend. Pierre Zende had zijn harnas aan en de halters waren met drijvende bokken aangevoerd. Daar komen ze, de spierbundels. Manfred Nerlinger. Nerlinger uit West-Duitsland, die een schitterende zilveren medaille behaalde. 130 kilogram. Nerlinger was dat, die Duitser, hè? Een vreemde man, heel veel hier. Alles, ja, alles gaat naar boven door die aan de bodem komt dat. Stijgt allemaal op. Beneden die riem is. Nee. Dat is allemaal een beetje veranderd bij hem. Hoe vind je dat gewicht heffen? Ja, vind ik ongelooflijk. Vind ik echt ongelooflijk. Iets voor je dochter misschien? Nou, nee. Stel je voor dat ze dat ding ook zo laat vallen. Nee, dat kan je niet maken. Maar die rust die erbij is, dat is wel eigenaar. Die was 2 jaar geleden voor zijn leven geschorst. Ja? Hoe verklaart men dat? Dat hij dan nou weer meedoet? Ja, praten in de bonden, hè? De bonzen, de bobo's gaan dan praten. Oh, die gaan dan praten. Ja. Amnestie of zoiets. Of zo, ja, nee? Want hij had 2 jaar geleden anabolen ingevoerd in Canada. Hé, hey, in de koffer? Kenaren. Ja. En daar heb hij voor die Johnson niet voor. Ja. We gaan naar een andere sport kijken. Prachtige dameshandbal. Kreeg vandaag zijn ontknoping. De Zuid-Koreaanse ploeg had al een serie favorieten het toernooi uitgekegeld en trof nu het onaantastbare Sovjet-team. Laten we gaan kijken of het thuisvoordeel van de Koreanen daar een rol bij speelde. Het staat als we beginnen 17-17. De grote blijdschap in Zuid-Korea en broer en zus Heesi en haar broer zijn hier. Zijn ook heel erg blij, hè? Jij heet Hans in Nederland. Maar hoe heet je eigenlijk? Hongen. Hongen. Ja. Waarom heb je die naam dan niet gehouden? Ja, het was, mijn vrienden die vonden dat gewoon moeilijk om uit te spreken. En ik kwam altijd van in Hongkong of zo. Ja, ja. Rotterdam was dat. Heet je Hongkong dan Kingkong? Ja. Zeg, hoe komt het dat Korea, de hockeyspeelsters zijn heel ver aan het komen. Deze handbalsters winnen. Wordt er in heel Korea gehandbald en gehockeyd? Ja, niet in heel Korea zelf. Als ze die sport bedrijven, dan is het meestal op universiteiten, in universiteitsverband of in bedrijfsverband. Ja. Dan sporten ze er ook. Hoe hebben deze mensen getraind? Nou ja, toen besloten was dat de Olympische Spelen dus in Seoul zouden worden gehouden, werd er dus een trainingscentrum opgericht. Dat ligt vlakbij Seoul, geloof ik. En daar sinds 4 jaar of zo, dan hebben ze daar continu getraind. Ja. Ze woonden daar ook compleet. Ah, juist. Ze woonden bij elkaar, ze trainen met elkaar jarenlang. Ja, het is een heel complex met allerlei sport, hockey, handbal, turnen of zo, bij gewichtheffen en zo. Ben je er was geweest? Ja, dat is allemaal in één centrum. Hoe was de sfeer daar bij die training? Ja, het was nogal streng. Het is, we hebben niet veel sporters en atleten gezien, maar er was heel veel bewaking en het was nogal, ja, streng. Ah, dus ze hebben die talenten bij elkaar gehaald. Niks te maken met clubs in de steden. Nee. En die hebben jaren getraind. Ja. Strenge leiding. Strenge leiding, ja. Dus, maar trainers zijn streng in Korea, hè? Dat wel, ja. Vaders ook, hè? Vaders vooral. Ja. Wat studeer jij hier? Je zus medicijnen en jij? Ik scheikunde. Hoe lang ben je bezig? 2 jaar. In Delft? Ja. Gaat goed? Nou. Niet? Ja, nou ja. 2 jaar? 2 jaar. Net doctoraal gehaald. Word jij nou ook streng als die later vader is? Ja, dat is een hele goede vraag, Jules. Word jij nou ook een strenge Koreaanse vader later? Ik denk het wel. Toch? Ja, ik denk het wel. Waarom dan? Ja, ik denk toch wel dat het vrij goed is. Dus, strenge vaders? Nee. Als je nou die kleine Arie Deelder ziet, dan kan je toch geen strenge vader worden? Ik weet niet of meneer Deelder een strenge vader is. Is meneer Deelder een strenge vader? Nou, ik ben de vader, dat vind ik al zat. Strenge vader, nee. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Dankjewel voor de toelichting van hoe ze daar in kleine groepjes jaren met elkaar getraind hebben.
Minstens zo spectaculair als het handbalteam van Zuid-Korea is de volleybalploeg van Peru. Meisjes hebben eveneens een serie kanshebbers teruggewezen en speelden ook al tegen de Russinnen in de finale. Dat was een onvoorstelbaar spannende affaire. Als we de slotfase gaan bekijken staat het 13-12 voor de Sovjet-Unie in de vijfde beslissende set. Je zou zeggen dat we alles al weten, maar er komt nog veel meer. Ook een Olympisch journaal, een tweede Olympisch journaal hier is Harmen. Grote opwindingen in Groot-Brittannië over de dopingaffaire daar. Twee atleten zijn positief verklaard in eerste instantie, maar er is nog geen contra-expertise geweest. Niemand weet nog om wie het gaat. Dat wordt morgen bekend. Vragen tegen zowel Canada als tegen de Sovjet-Unie ligt de ploeg eruit. En dan nog even het medailleklassement, vanmiddag opgesteld met de zakjapannen van Koos. De Sovjet-Unie staat nog altijd op onaantastbare eerste positie. De Sovjets kennen een trouwe volger in Oost-Duitsland. En de Verenigde Staten komen een stukje dichterbij door een succesvolle atletiekdag. Nederland kreeg er twee plakken bij dankzij judoka Ben Spijkers en bokser Arnold van der Leijden. De twee bronzen medailles brengen het totaal nu op 6. Een bijzonder klein zakjapannetje. Misschien is het u ontgaan, maar ook handboogschieten staat op het Olympische menu. Ken je dat, handboogschieten? Handboogschieten, ja. Dat niks voor jou? Is uit de middeleeuwen, is dat? Ja, zei je ook zeker ook, ja. Morgen is het daar tijd voor de finale. En bij de beste 8 heeft zich een Nederlander gekwalificeerd die voldoende in vorm lijkt om dicht bij medailles te eindigen. Dat is Tini Reniers. We gaan luisteren naar zijn ervaringen. Op de boogschut aan. En dan hadden sommige deelnemers in Seoul vandaag hevige last van materiaalmoeheid. Jules, wat vind jij de mooiste sporten na het boksen, atletiek? Heb je ook wel mooi bepaalde nummers? Wat vind je meer mooi? Nou, het prijsneuken met een versierde lul, vind ik ook wel leuk. Moest je lang over nadenken, zeg. Nou, nee, ik moest er even over nadenken of ik hem wel kon zeggen voor de Noorse. Ja, nou, kan hoor. Maar. Nou, dat vind ik verreweg de mooiste sport. Ja, begrijp ik, ja. Kijk jij s'nachts als nachtburgemeester van Rotterdam? Ja, ik kijk wel s'nachts en ik ken wel meer mensen uit mijn onmiddellijke omgeving die ook s'nachts kijken. Ja. En daarom las ik tot mijn verbazing in de krant dat er niemand kijkt s'nachts. Nee, ik denk dat klopt dus niet. Het zijn niet zo hoge cijfers, maar er komt weer een heel klein meisje aan. Ja, die kijkt ook s'nachts. Ja. Laat de poppetjes zien. Heesie, wat vind jij het mooiste om naar te kijken bij die Olympische Spelen? Welke sport? Turnen. Ja? Ja. Wat vind je daar het mooiste aan dan? Wat vind je daar mooi aan? Dat weet ik niet. Nee? Gewoon alles. Ja. Ja, al die bewegingen die ze maken. En ik vind ook dat die mannen zo mooi gespierd zijn. Ja. Daar zie je naar te kijken. Er zijn weinig Koreaans. Zij moeten al die spieren leren, dus voor anatomieles is dat heel makkelijk. Ja, je weet precies welke spieren dat zijn bij die mannen. Ja. Jules, ga je weer optreden? Ja. En, wanneer? Nou, in januari, eind januari beginnen we met een nieuwe theatershow. Ja. Maar tussendoor snabbel ik natuurlijk wat. Met optredens hier en daar. Ja. Hoe heet het nieuwe programma? Kiezen of delen. En allemaal nieuwe teksten? Ik moet hem even afvouwen. Ja, ik zal hem even voor je bewaren. Dankjewel. Ja. Allemaal nieuwe teksten? Jawel. Verhalen? Ja, verhalen, gedichten, mop, noem maar op. En hoeveel voorstellingen worden dat? Nou, ik denk dat het bij elkaar zo iets van 200 misschien wel worden. Dan treed je 's avonds op, ja. 's nachts ben je met jazzmuziek bezig, beweeg je in de stad, ja. Dan slaap je. Wanneer? 'S morgens slaap ik. Ja, wanneer kun je dan schrijven? 'S middags. Voor de voorstelling? Tussendoor hè, gaat dat. Ja, tussendoor. Maar ik heb laatst dus dan zo'n, hebben even gezegd, nou dan kappen we ermee. Heb ik een paar maanden, 2 maanden vrij om een boek af te maken bijvoorbeeld. Ja. En dat lukt dan wel? Ja. Dan ga je uit met voorstellingen. Ja, maar ik werk dus altijd, Koos. Yeah. Ja. Of zoals Arie zou zeggen, ik erk altijd. Ja, dat is die kleine zin. Hoe in een rijk man op deze manier? Je bent een soort cabaretier en een schrijver. En een werkgever.
Dat is leuk. Ja, ook dat nog. En dan word je niet rijk. Nee. Maar het gaat toch zoals het deed. Het gaat, ik heb geen klachten. Een paar jaar geleden. Nee. Ja, zou je nooit eens wat voelen voor een programma met een paar andere mensen samen? Nou ja, als die mijn teksten willen doen. Wat maar ik doe kan alleen... dat? Hoorden de teksten niet aan Jules, ja, Jules aan zijn teksten? Daarom. Ja. Ja, misschien, je weet niet wat de toekomst brengt. Ja. Misschien ga ik nog wel eens een toneelstuk schrijven, echt toneelstuk schrijven. Ben je van plan? Nou, nou ja, okay. Dat heb ik nog niet gedaan. Nee, ik hoop het. Jules, dankjewel dat je gast was vanavond. We zijn er door. Om 2 uur ziet u weer beelden uit Seoul, atletiek en de kanomeisjes. Morgen om 6:45 zijn wij er weer. We hebben dan een studiogast aan tafel die kan meepraten over Seoul, omdat hij er net vandaan komt. Een kerstverse bekende Nederlander eigenlijk. En natuurlijk weer veel mooie sportbeelden. Voor we eruit gaan, kijken we nog even naar die hele mooie beelden waar veel Nederlanders vanochtend mee zijn wakker geworden en die ze misschien nooit meer zullen vergeten. Mevrouw Florence Griffith, we houden allemaal van u. Tot morgen.